Zo, Kobi, een lekker bakje koffie. Hé, hey, weet je wie te doet is? Nou, je zit zeker toch weg in daar advertenties te lezen. Oeh, dat vind ik toch altijd zo ongezellig. Ja, dat doe ik toch altijd, dat weet je toch? Nou, wie is te doet? Stien van de Maasakker. Och, is Stien doet? Ja, dat stond hier. Oh, die waren ook nog niet zo oud. Hé, hey, en moeten deze huren. Totaal onverwachts is op 98-jarige leeftijd van ons heen gegaan Kees van den Heuvel. God, God, 98 jaar. Ja, daar zou ik inderdaad niet aan komen. Och, daar zeiden we. Hé, of ten deze. Eenvoudig als zij was, is zij van ons heen gegaan. Och, ja, daar zou ik toch maar een hekel aan hebben als ze dat van mijn zoon zeiden. Oh, we moeten kijken over wie dat ze dat zeiden. Trees van den Akker. Trees eenvoudig. Ze waren de bonte hond van ons. Ja, die kijk goed gekend. Och, die heeft er ook zo vol versleten. Och nee, is dat we? Moeten hier kijken. Och, verdorie. Corrie van de Koolwijk. Corrie van de Koolwijk? Dat was mijn beste vriendin op de lagere school. Och, wij hebben toch al zo'n schik gehad samen. Dat was zo'n gezellig Brabants gezin. Kwam iedereen achter hem? Kon er altijd mee blijven eten? Wij hebben toch altijd zo gelachen samen? Ik moet ze binnenkort een keer bellen. Miep. Ik weet ook nog, we waren allebei verliefd op hetzelfde jungske. Och, hoe hitte hij ook alweer? Miep. Ik zwaagde. Het ligt ver in mijn mond. Miep, oh, luister nou, Miep toch. Gerritje de Dekker. Och, we hebben bij toch schik gehad altijd samen. Zo gezellig. Och, hoe zeg het. En het waren ook altijd zo. Het waren altijd Corrie en ik. En ik en een Corrie. Och, hoe zeg het toch meer zijn? Doet.